In de RTL Boulevard Reality Podcast vertelt Annabel dat ze best verbaasd was toen Linde vertelde naar huis te willen. Het gebeurde allemaal supersnel, weet de realityster nog. We moesten ook direct een keuze maken, plus we wisten niet van onze partner of die daar zou zitten. Annabel en René hadden met elkaar afgesproken de test af te maken, en daarom besloot ze Linde te laten gaan. Ook René is blij met de keuze van zijn toenmalige vriendin, inmiddels verloofde. Ik denk dat ik wel mee was gegaan, je laat je vriendin natuurlijk niet alleen achter. Maar ik denk wel dat ik dan zou zeggen, waarom heb je dat gedaan? Want je bent hier en hebt bepaalde vragen, en dan geef je me maar 3 dagen om dat te laten zien. Dan is het niet afgerond voor mij en had ik me gewoon opgegeven voor het nieuwe seizoen, vertelt hij. Ik ben heel blij dat zij niet gegaan is en we het gewoon af hebben kunnen maken. Helemaal aangezien Jan Sietse en Linde de Swing of Love niet overleefd hebben. Iets wat zowel René als Annabel niet aan had zien komen. Ze wisten van niks, totdat Jan Sietse opeens alleen kwam opdagen voor een etentje. Waarschijnlijk hebben er dingen gespeeld die wij niet weten, dat hoeven we ook niet te weten, aldus René. Thank you.